Talk to Charlie, talk to Charlie. We spopen with the population, smell like money, so we definitely gonna make some. Talk to Charlie, we're not making speciale guest straight out of Holland. Hij is helemaal vanuit Nederland gekomen. Voor sommige mensen is deze man een controversiële persoon. Ik weet dat helemaal niet. Ik ga dat vandaag uitvinden, zeker. Ik ga dat uitvinden. Younes Ouali, zeg je dat juist? Ja, dat zeg je helemaal. Oké. Okay. Goed. Shout out naar u, meneer, om tot hier te komen. Ja. Eerst en vooral, ik weet... Ik ga je even, eerst en vooral mijn eigen voorstellen, dat jij, ik zeg, weet wie ik ben. Charlie, dat is een beetje leuk, toch? Ja, ik ben Charlie, inderdaad. Ik heb een hele podcast en wat probeer ik te doen met mijn podcast? Ik wil gewoon mensen aanspreken die een stem hebben op andere platforms, die iets betekenen en whatever. Gewoon, want veel jongeren volgen u. Veel jongeren volgen. Ik zelf, ik heb ook veel jongeren die mij volgen in het dagelijks leven op mijn sociale media. En de reden waarom ik u heb geïnterviewd of uitgenodigd is omdat een jongere mij heeft gevraagd om dat te doen. Want ik was niet echt mee. Ik ben, jij bent waarschijnlijk even oud als mij of misschien ouder. Ik ben niet echt op die sociale TikTok gedoe. Maar hij zei, je moet Younes Ouali interviewen, because hij gaat u de real shit vertellen. Hij gaat je zeggen wat er allemaal aan de hand is. En al van die dingen. En ook gewoon dat jij ook iets hebt meegemaakt in het verleden. We gaan erover praten en jij ziet zelf wat jij wilt zeggen of niet wilt zeggen. Maar eerst en vooral voordat we verder gaan, stel je een klein beetje voor. Wie ben jij en waar ben je geboren en getogen? Ik ben Younes Ouali, zoals je net al had gezegd. Ik ben geboren in Naarden, in het Gooi. In Nederland dus. Ik ben 39 trouwens. En word niet alleen gevolgd door jongeren, maar ook echt veel volwassenen en ouderen. En die jongeren die je volgen, die mensen die je volgen, positief, negatief, wat vind jij zelf? Veel positief. Dat is meer privé. Dat mensen echt achter je staan wat je doet. En als het gaat om openbare reacties, dan is dat natuurlijk wel, dat heb je denk ik ook wel gezien, verdeeld, negatief en positief. Ja. Maar we gaan er verder op in. Allee, we gaan er verder diep op ingaan. Maar zoals ik zeg, jij bent geboren in Nederland. Dus yeah. Ouders, u bent van Marokkaanse origine? Ja, yeah, Marokkaans, ja. Je ouders zijn hier. Eetzijde. Sorry. Dat was een stukje waar ik vandaan kom uit Marokko. Ik kwam even naar boven. En waar in Marokko ben je vandaan? In het noorden. Noorden. Een half uur, 35 minuten van Nador. Nador, oké. Ik ben Berbers of Arabisch? Ik ben Emmezig, Rivijn. Zwart Emmezig. Zweet hoor, let zo erg blijven. Oké. Ik helemaal niet. Nee, dat gevoel had ik al. Ik helemaal niet. Ik heb al vrienden die hier en daar wel een paar woorden naar buiten gooien. Dus en je ouders zijn wel daar geboren, in Marokko geboren. Okay. Ze waren wel... mijn vader was volgens mij 15 mm-hmm. toen hij naar Nederland kwam. En mijn moeder was 17. Oké. Dus die heeft hij toen... naar Nederland gehaald, mijn vader. Oké, 2 jaar later werd ik geboren. Oké. Wat een mooie winst voor de hele wereld. Dus uw vader is inderdaad. Niet iedereen zal dat zeggen natuurlijk. Maar uw vader heeft u op zijn 17-jarige leeftijd gekregen dan eigenlijk? Nee, nog zeg maar nadat, want rond de 18e, 19e volgens mij. Okay. Ja. U bent enig kind? Nee, ik heb nog 3 broertjes en een zusje. Oké. Ja. Vertel me, neem eens mee naar je jeugd. Hoe is het opgroeien in uw huishoud? Ik heb een hele mooie jeugd gehad eigenlijk. Een hele warme jeugd ook. Zoals ik al zei, geboren en getogen in het Gooi. Ik had Marokkaanse vrienden, maar ook veel Nederlandse vrienden. Een beetje van die kakkertjes. Maar ik kon er altijd wel heel goed mee opschieten. Altijd heel hard gewerkt. Ik was al vroeg begonnen met folderwijk bezorgen en daarna krantenwijk. Daarna jarenlang nog de ochtendkrant Telegraaf. Die hadden het bijna iedere dag over Marokkanen en moslims, maar alsnog werken voor je geld. Dus dat heb ik gedaan. Schoonmaakpandjes heb ik gehad. School, MAVO niet gehaald. Daarna RAC gedaan, niveau 2. Toen in een fabriek in Huizen gewerkt, 2-3 jaar lang. Ploegendienst, behang. Balamon die heette het toen, BN International. Toen een 21-plus toets gedaan, rechten. Tenminste, 21-plus toets gedaan en daarna rechten gaan studeren. Toen opeens een kroeg gekocht. Broodjeszaak, van alles en nog wat eigenlijk. Ik heb, als ik er nu over terugdenk, heb ik zeg maar 3-4 levens of zo. Soms dan denk ik ook van, hè? Was ik dat? Ja, dat was ik. Ja, en nu 39 jaar.
En heel actief op social media. Dat is wel gek dat jij zegt dat jij meerdere levens hebt. Hè? Ja, ook getrouwd geweest en zo. Dus soms is het een beetje onwerkelijk. Als je er echt bij stilstaat. Zeg maar hoe het leven echt... Kijk, sommige mensen ja, gaan naar school, hebben een baan en dan trouwen ze en dan hebben ze kinderen. Het is best wel een normale lijn of zo. Maar ik heb best wel wat dingen meegemaakt. Zeg maar qua ondernemen, qua nederlaag, om het maar zo te zeggen, faillissementen, weet ik wat allemaal. Allemaal ups en downs. En dat allemaal op jonge leeftijd. En ja, het is wel mooi eigenlijk hoor. Ja. Maar wanneer jij zo, zoals je zegt, op jonge leeftijd heb je allerlei dingen meegemaakt, ondernemen en dergelijke. Oké, cool. Voordat jij in die situatie geraakt, neem me mee naar je jongere periode dan. Dan heb ik het over een 12, een 13-jarige Younes. Wat voor jongere is Younes? Ik was heel terughoudend. Echt heel terughoudend. Was heel erg onzeker. Dat weet ik nog, dat als je bijvoorbeeld moest presenteren of zo voor de klas. Of als ik al überhaupt de beurt kreeg om een antwoord te geven op een vraag. En dat is zeggen, ja, Younes, geef me een antwoord. Dan werd ik al helemaal rood, paniekerig. Zoals ik al zei, heel erg onzeker over alles. Over mezelf, over mijn uiterlijk. Maar wel een hele warme band met de mensen met wie ik goed was. Daar voelde ik wel mezelf en dan kon ik mezelf wel zeg maar uiten in wat ik voelde en alles. Weet je wel waar je onzekerheid kwam? Ja, dat is een goede vraag. Ja, er zijn natuurlijk wel wat dingen gebeurd, maar ik weet niet of het daar echt per se mee te maken heeft, maar... Wat voor dingen zijn er dan gebeurd? Nou, als je dat wilt delen tenminste. Ja. Nee, ja. Ik had zeg maar op mijn 15e, toen was internet zeg maar echt nog net een beetje nieuw en zo. Was wel heel vet in een buurthuis. En vroeger kon je dan chatten bij ons in Nederland via TMF. TMF chat en Ilse had je ook nog. En ik was wel altijd... Ik kon wel een pestkop zijn stiekem, weet je wel. Dus ik had mijn naam zeg maar in de buurthuis helemaal bovenaan geschreven. Dus ik had die papiertje, want je moest dan... Had je 3 computers, 20 jongeren. Dus ik scheurde die hele papier weg, deed ik mijn naam helemaal boven. En dan deed ik iedereen eronder schrijven, heel veel moeite. Maar dan was ik als eerste aan de beurt. En mensen waren me ook zat, vrienden waren me ook wel zat. Toen hadden ze me wel wat geflikt. En ik zeg je eerlijk, dat had me toen wel... was wel een goede beurt, man. Maar ze hadden zich voorgedaan als een meisje, kort samengevat. Het was mijn eerste grote liefde, maar dat bleken dus mijn 3 beste vrienden te zijn. En het was achteraf ook heel dom, want een van die vrienden die kan helemaal niet typen, zoveel spelfouten. En de andere die zat op het VWO en die maakte geen spelfouten. Maar ik had gewoon het gevoel van deze meid begrijpt mij. Ja, het is logisch dat ze me begreep, want vrienden, toen had ik afgesproken en... Zij kwamen toen toevallig aan en ik begreep het nog steeds niet. Dus ik wilde iedereen wegwezen. Ik heb een date, zo. Dat was mijn allereerste. En ik was zo zenuwachtig aan alles. Ik had nog zelfs een Sony Ericsson GA628. Een hele grote telefoon was dat nog. Want ik zat te wachten op haar belletje. Totdat die vriend van mij me belde. En ja, dat heeft me wel echt heel onzeker gemaakt bij vrouwen. En vind jij dat... Dat is... Want kijk, hè. Nogmaals, wanneer jij Younes Wale zegt, dan zeggen veel mensen, ja, hij is degene die mensen expose en dan meestal vrouwen ook. Ja. Dus dan heb ik, dan hoor ik dit en dan wil ik weten, oké, wat is er misschien in het verleden gebeurd? Nogmaals, ik weet niet, hè, waarom jij dit toe of zo, maar ik wil wel weten, hoe is je jongere jaren geweest? En jij zegt nu zoiets tegen mij bijvoorbeeld van, kijk, ik ben gepleegd geweest door mijn vrienden die alsof heb ik gedaan dat ze een vrouw waren en dat heeft mij wel onzeker gemaakt. En, maar hoe heeft die onzekerheid bijvoorbeeld naar de oudere Younes getransiteerd, bij wijze van spreken? Ik denk niet dat, ik zeg het kan zo zijn, ja. Maar het was wel een dingetje dat ik zeg maar bang was voor vrouwen. Ik durfde daarna ook heel lang niet meer mee af te spreken of te daten. Wat dan. Ik had ook nog nooit gedate of wat dan ook. Het was ook echt de allereerste... Ja, dankjewel. Dat was zeg maar de allereerste keer. Maar nee, dat staat helemaal los van wat ik nu doe op social media. Okay. Volledig zelfs. Okay. En ik moet ook heel eerlijk bekennen, ik kijk ook niet echt door een bepaalde bril van oké, ik richt me alleen maar op vrouwen of zo. Dat is niet zo. Ik hecht wat meer waarde aan onze vrouwen dan onze mannen. Dat is het. En ik maak me meer zorgen om onze vrouwen dan om onze mannen. Was en dat, ik zie ook een toekomst in onze vrouwen. Een vrouw is eigenlijk alleszeggend.
Als het gaat om het gezin en als het gaat om onze toekomst, met alle respect. Dus als dat goed is, heb je grote kans dat de vruchten daarvan ook goed zullen zijn. Zou je ook kunnen omdrijven. Ja, maar als de mannen goed zijn, dan zul je ook vrouwen hebben die goed zijn. Dat weet ik niet. Ik heb het gevoel dat mannen niet meer zo heel sterk in hun schoenen staan en zich laten meeslepen door vrouwen. En dat zie ik ook om me heen. Goede mannen, aardige mannen, ook wel eigenlijk sterke mannen. En dan hebben ze een vrouw op wie ze gek zijn. En dan zijn het opeens gewoon de grootste sims die er bestaan en hebben ze geen mening meer. Dus dat. En dat stoort u enorm bijvoorbeeld? Onder andere. Ik was vroeger niet zo hoor. Dan heb ik het nu over de wanneer dit echt begon. Was eigenlijk op mijn 29ste of zo. Ja, ik heb vroeger altijd, dan heb ik het nu over de leeftijd tussen mijn 20ste. Mm-hmm. Tot ik getrouwd was, 28ste. Niet dat ik 8 jaar getrouwd was of zo, maar ik heb het nu over die periode. Toen had ik echt iets van iedereen moet gewoon doen wat hij zelf wil doen. Ik was echt zo'n beetje een leef en laat leven type. En dat kwam omdat ik narcistisch was en heel egoïstisch was. Ik had het financieel best wel goed voor elkaar. Niet zo goed als nu, maar ik had het best wel goed. Dus ik had ook iets van zolang het geld binnenkomt, interesseert mij de rest niet. En op een gegeven moment is dat wel veranderd door social media. Vooral het begin van social media, toen was ik best wel populair. Ik maakte grappige filmpjes, leuke filmpjes. Want zo was het een beetje begonnen. En ik wilde toen iets betekenen voor Palestina. En toen zag ik dat het gewoon echt 20, 30 keer minder likes, minder aandacht. Mensen waren niet geïnteresseerd. Dat raakte me wel. Toen dacht ik, hè, wacht even, maar jullie mogen mij. Jullie vinden mij grappig. Jullie staan achter mij. Nu wil ik iets betekenen voor de Palestijnen en mensen kijken de andere kant op. Dat heeft me wel geraakt. Toen moest ik wel even opnieuw gaan mezelf moeten afstellen van, oké, maar wacht even, wie ben ik? Wat wil ik? Begrijp je? Toen dacht ik bij mezelf, nee man, dit is niet oké. Dus vanaf toen werd ik ook wel wat harder en wat rechtvaardiger, wat eerlijker. Ik probeerde ook geen vrienden te maken. Dus dit is wat ik vind. Vind je het een probleem, dan kun je de pot op. Dat was het. En daarvoor met die grappige filmpjes hield je echt rekening met iedereen. Van ja, ik kan die grapje niet maken, want dan wordt die groep boos. En ik kan niks over Turken zeggen, want dan worden Turken weer natuurlijk boos. Dus je was iedereen te vriend aan het houden. En het vergt zoveel energie. En je bent ook niet jezelf of zo. Natuurlijk, als je eigenlijk kunt zijn, dan is dat echt een van de meest oncomfortabele dingen. Maar we gaan verder op ingaan met wat jij zegt in verband met je sociale platform, sociale media platform. Ik wil nog even weer terug. Ja, even terug. Ja, dat is belangrijk voor mij, Younes. We moeten weten wie Younes vroeger een klein beetje was. En als het gaat bijvoorbeeld over ambities, bijvoorbeeld, wat wou jij vroeger worden? Ik fantaseerde altijd 's avonds. Wat wilde je? Ik fantaseerde vroeger, ja, niet over vrouwen. Ja, misschien ook wel, maar dat nee. Nee, ik wilde heel graag profvoetballer worden. Okay. Dat wilde ik worden. Mm-hmm. Toen wilde ik een tijdje advocaat worden. Toen wilde ik officier van justitie worden. Dat vond ik ook echt heel erg interessant, vooral tijdens mijn rechtenstudie. Mm-hmm. Toen wilde ik heel graag ondernemer worden. Nou, dat is echt bizar wat ik je ga vertellen. Wat ik ook echt heel graag wilde worden. Dit is echt lijp. Was model. Ja, echt helemaal ziek. Ik was helemaal fan van mode en kleding. En ik ging ook naar de bibliotheek en ik keek al die tijdschriften. Vooral die tijdschrift van man, zo heet die tijdschrift dan. En dan zag ik al die mannen en zo met allemaal mooie kleding en zo. Toen dacht ik, wow. Weet je, dat wilde ik ook wel heel graag zijn. Alleen ja, ik kwam 10 centimeter, denk ik, tekort. In lengte dan, mijn lichaam. Maar anders, Younes. En ik was leeg. Nog steeds beter. Wat anders, dat is poos. Ja, nee, dat wilde ik. Nee, maar toevallig toen je zei van wat wilde je worden, toen kwam dat, want dat was echt een periode. Ik heb het ook een tijdje gedaan, hè. Een model dan? Ja, dat was nog wat ziekste van alles. Want iemand zei tegen mij, ja, ze nemen ook altijd lelijke mensen. Dus ik wist niet of ik dat moest zien als compliment of niet. Maar toen werd ik ook uitgelachen door de jongens uit mijn buurt. En dat waren een beetje, zeg maar, de boefjes. Overvallen, inbraken en zo. En eentje daarvan, die kwam erachter. Dus ik was ook gelijk mee gestopt. Maar ik had nog 4 opdrachten gedaan, kan ik me nog herinneren. Het ging helemaal nergens om, hoor. Het waren geen Dior of zo. Het ging echt om een gezondheidsinstelling. Waar ging jij om? Huh? Wat ging jij om? Nou, dat is ook echt een ding van mij.
van vroeger, hoe ik ben opgegroeid. Ik ben echt met alles en iedereen omgegaan. Ik ben echt met studenten omgegaan, omdat ik zelf ook student was. Je hebt een specifieke woord gezegd. Ja, criminele boefjes. En daarna, jij zei, ik ging met... Iedereen. Oké, okay, en daarna... Ja, weet ik veel. Hoe het klonk precies, jij zei, ik ging met negers om. Oh, nee. Ja, ook met donkere, zwarte donker, mensen. Ja, tuurlijk. Ja, maar ik ging echt met iedereen om. Ik had daar geen problemen mee. Okay. Ik vond altijd... ik weet niet, ik vond altijd interessant om... onderdeel te zijn van verschillende werelden. Ja, ja, ja. Begrijp je? En ik was ook best wel geliefd bij iedereen. Mm-hmm. En het heeft me heel veel ook opgebracht. Mm-hmm. Begrijp je? Want je kan heel veel leren van andere mensen. Volkeren. Ja, zeker. Ja. Ja, zeker, nogmaals. Dus eigenlijk, je had de ambitie om profvoetbal te worden. Heb je ook zelf voetbal gespeeld? Ja. Knie. Dat is iedereen een excuse. Mijn knie en mijn rug. Ja, ik voel hem alweer. Nee, ik heb wel gevoetbald, maar vroeger in onze periode... Het is heel apart wat ik nu ga zeggen. Mochten we ook eigenlijk bijna geen profvoetballer worden. Dus we werden wel gescout. En we mochten ook echt op uitnodiging komen om mee te trainen en alles. Maar Moskee ging voor. Dat was vroeger zo. We hadden in Bussum. En ik was wel... Nee, ik was niet... Nee. Ik denk niet dat ik het had gered. Maar je had zeker bij ons drie jongens. En ik zweer dit ook bij alles. Eentje daarvan zou ik gewoon zeggen... Messi. Maar echt nog, in mijn belevenis, nog beter dan Messi. De dingen die hij deed, dat was gewoon echt onvoorstelbaar. Die jongen werd ook gewoon getrokken, hè, door iedereen, door Feyenoord, Ajax. Iedereen wilde hem hebben. Zijn vader zei, Moskee, je gaat geen profvoetballer worden. Uiteindelijk met alle gevolgen van dien, want velen van hen zijn uiteindelijk het verkeerde pad helaas opgegaan. En we hadden nog eentje, die was linksbuiten. Zo'n snelle speler. Zo behendig ook met de bal. FC Utrecht ook gescout, ook moest ook naar de Moskee. Dus er waren drie jongens bij ons echt. Maar dat was in die tijd normaal. Van ja, je gaat naar de Moskee, geen ruimte om te voetballen of om profvoetballer te worden. Heb jij kinderen zelf? Nee. Ik hoop zeg. Nee, ja, ik heb broers. Dat is mijn katje. Waar ik echt helemaal gek op ben. Ja, inderdaad, heb ik ook. Die hebben niet verder. Maar wat ik ermee bedoel is, kijk, in verband met de Moskee bijvoorbeeld. Snap je van waar die beslissing komt van, kijk, eerst Moskee en dan voetbal? Ik denk persoonlijk dat profvoetbal nooit goed kan zijn. Persoonlijk, dat is hoe ik het nu zie. Dat kan nooit goed zijn. Nee, te veel geld, te veel aandacht. Even los nog van de islamitische aspect. Hè, dat je toch dingen promoot en dat je toch voetbalt voor geld. Daar zijn natuurlijk regels aan gebonden in islam. Maar los daarvan denk ik dat de aandacht en de gevolgen te nadelig zijn. Ik ken weinig of tot bijna niet profvoetballers die zich hebben kunnen weten in te houden tegen al die verleidingen. Maar om je kind keihard aan te pakken en te zeggen moskee, moskee, moskee. En uiteindelijk worden je kinderen alsnog overvallers, criminelen. En denk ik bij mezelf, nou, dan ben je ook gefaald als ouder. Dus ik denk dat je gewoon heel goed moet communiceren met je kinderen. En ja. Wanneer jij zegt profvoetballer, ik heb bijvoorbeeld aan Zidane. Een van mijn lievelingsspeler ever, Zidane. Ja, nee, ik vind het echt... Hij staat geen eens bij mij in de top 10, met alle respect. Maar hij staat niet in de top 10. Nee, ik had laatst een hele ruzie met mijn broertje. Nee. Weet je wat goed is aan een mening? Huh? Weet je wat goed is aan een mening? Ja. Ik wil zeggen, opinion is like an asshole. Everybody has one. Ja. Maar dan word je uit de mening, dat is uw mening. Zoals een anus iedereen heeft. Ja, mensje. Maar Zidane, kom op man, op één. Ja, sorry. Jawel. Nee. Voor mij toch? Allee, dat is mijn mening, hè, Jules. Ja, ja. Jules, dat is mijn mening. Ja, maar dat is alsof je bijvoorbeeld zou zeggen, ik vind pis drinken lekker. Snap je? Ja, tuurlijk, dat zou ook je mening zijn, maar dat betekent niet dat... Als jij dat lekker vindt, wie ben ik om te zeggen dat het lekker is? Ja, maar... Wie ben ik? En dat is misschien ook iets, Jules. Ik dacht dat je ging vragen wie bij mij op nummer 1 stond dan. Ja, bij u. Ik ben eens benieuwd wie bij u op nummer 1 staat. Wie staat er bij u op nummer 1? Ik denk als je gaat kijken naar voetbal en persoonlijkheid, dus ook gewoon de dingen die eromheen heeft gedaan en hoe hij zich ook heeft opgesteld, een goed voorbeeld, sowieso Cristiano Ronaldo. En Messi staat bij mij ook op nummer 4, hè? Dus het is niet dat ik Messi haat of zo.
Maar ik vind gewoon echt geweldig dat je alleen al bijvoorbeeld Coca-Cola wegzet uit beeld, omdat je vindt... Ik vond het wel echt heel vet allemaal. En ik vind het een geweldige gast, maar ook qua voetbal. Zo lang op een bepaalde niveau gevoetbald. En niet alleen thuis, hè, dus bij Real, maar ook bij Manchester, ook in Portugal, ook in Italië. Hij heeft op verschillende niveaus, heeft hij laten zien. Dat hij kan voetballen, begrijp je? En niet zo'n beetje ook. Maar Kaká staat bij mij op nummer 2. Okay, ik ben heel benieuwd naar die top 5. Ja, Kaká 2. Dus Ronaldo, Kaká, wie nog? 3, Cruijff. Ongetwijfeld. Vooral, kijk, eigenlijk is Cruijff... Heb je hem zien spelen? Cruijff? Heb jij Cruijff Ja. Nee, niet alleen dat. Ik keek daar vroeger graag naar terug. Maar ook wat hij in het voetbal heeft gebracht. Broer, je moet begrijpen. Iedereen praat over Barcelona. Maar het is gewoon Cruijff, hè? Dat is waar. Cruijff. Barcelona bestond bijna niet. Het ging helemaal nergens over. Maar ook wat hij bij Ajax heeft gedaan. Maar wat ik het meest geweldig van Cruijff ook vind... En dat laat wel ook zien dat hij echt... Dat hij naar Feyenoord ging. En dat hij daarna met Feyenoord ook kampioen werd. Oh, dat is dus geweldig. Omdat Ajax hem niet genoeg wilde betalen. Dat laat ook wel echt zien dat die man wel echt gewoon... een hele team... Ja, maar dat was vroeger zo. Voetbal interesseert me trouwens niet meer. Was ik even vergeten. We zijn al niet klaar, dus wacht. Cristiano, Kaká, Cruijff. 4. Was Messi en 5? 5, hoe heet het? Ronaldinho. Ronaldinho. Ja, want hij was zeg maar gewoon echt een tover. Kijk, met alle respect, hij had eigenlijk op 1 kunnen staan. Als het echt ging om voetbal. Want hij was echt verreweg de beste voetballer eigenlijk. Zeg maar wat hij kon met een bal... Dat was gewoon ongekend. Alleen ja, niet hard trainen, graag uitgaan. Misschien psychologische problemen en zo. Maar ik genoot wel van zijn glimlach en van zijn balbehendigheid en alles. En, maar dan heb ik het echt over een beetje aanvallers. Hè? Ik bedoel, als we het dan hebben over middenveld, staat Iniesta bij mij op nummer 1 natuurlijk. Boven die dan ook. Tuurlijk, bro. Iniesta is een ander niveau, man. Ja. Younes, ja. Hoe lijkt dat je iemand wijze man was? Zeg. Je begint te zeggen dat Iniesta boven zit. Ja, maar zo zie je maar weer. Dat meningen toch? Wat was dat weer? Asshole? klopt. Nee, maar Iniesta is top 5 sowieso. Heb je Iniesta, heb je Modric, heb je Kroos. Ja, Kroos kan sowieso. Nee, dat... Ik ga verder met deze interview, want straks... Younes maakt mij zot. Snap je hoezo? Kroos is niet top 5 in middenvelder. Nee. Ik ga begrijpen dat jij Iniesta daar zit. Is hij dan in top 5? Zit dan top 5? Ja, zeker. Tuurlijk. Okay. Ja. Kroos heeft gewoon een kutkop, man. Ik erger me zo maatloos aan die gast. Maar zijn voetbal is toch... Hij is wel oké, maar om dat te zeggen, top 10. Ja, niet in de top 10. Geen eens in de top 10. Ja. We gaan verder. Zoals jij zegt, mening. Everybody got a asshole, just like your opinion. Terug naar uw jeugd natuurlijk. Marokkaanse opvoeding gekregen? Ja. Zeker. Ja, wat is voor u een Marokkaanse opvoeding? Een Marokkaanse opvoeding is niet per se een islamitische opvoeding. Daar zit echt een heel groot verschil in. Marokkaanse opvoeding is hard. Soms eerst klappen krijgen, dan pas wat is er gebeurd. Marokkaanse opvoeding is veel angst inboezemen. Dus als we niet stil waren als kinderen, dan werd er op het raam geklopt. En zei mijn moeder, politie komt eraan. Dan waren we allemaal gelijk 10 kleuren aan het schijten. Marokkaanse opvoeding is ook echt... weinig... Ja, het is heftig wat ik misschien ga zeggen, maar... Weinig warmte of liefde vanuit de vaders kant. Omdat een vader een man moet zijn, hard... Iets waar je tegen blijkbaar moet opkijken of zo. En onze moeders waren gewoon te druk om ons allemaal die zachtheid te geven, die liefde, begrijp je? Dus 5, 6 kinderen. Ja, dus word je ook als moeder gewoon echt helemaal lijf. Vooral als je drukke kinderen hebt. Ik was trouwens niet druk, hè, vroeger. Mijn moeder zegt ook, je was echt vroeger de meest voorbeeldige kind die je maar kon krijgen. Ja, dat is wel een tijdje enig kind, ken dat? Nee, want tussen mij en mijn broertje zit 11 maanden. Okay, en tussen mijn broertje weer en ons andere broertje zit weer 1 jaar en 2 maanden. Dus we zitten echt allemaal op elkaar geplakt. Ja. Okay. Met z'n 4 in 1 kamer slapen. En dan mijn zusje in haar eigen kamer. Dat zorgt er wel voor dat je echt een hele hechte band met je broertjes krijgt. Ja, klopt. Veel ruzie, maar hoort erbij. Dus ja, Marokkaanse opvoeding is toch een beetje dat, zeg maar. Ja. Talk to motherfucker Charlie. What's poppin' with the population? It smell like money, so let's make some.
Yeah, I know you see it. I know they see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. They yelling who that? Who that? I tell them we that. Dus je hebt een echte band met je broertjes. En met je zus ook natuurlijk. Ja. En dus jij was eigenlijk de oudste? Ja. En als oudste broer, wat was je taak vooral? Wat was de taak dat jij je eigen had gegeven? Nou kijk, ik was wel de oudste, maar zoals ik al zei, we zijn allemaal achter elkaar een beetje geboren. Mm-hmm. Maar toch moest ik wel de weg vrijmaken. Ik kan me nog herinneren dat de eerste keer dat ik zeg maar naar de bioscoop ging, toen was ik 14 met mijn beste jeugdvriend toendertijd, Youssef. En we gingen naar een film dat heette The Haunted House of zo. Dus mensen kunnen het misschien opzoeken of zo. Het was echt, ik was 14, ik ben nu 39, het was 25 jaar geleden. Mm-hmm. En die film begon een beetje in de avond. Volgens mij kon dat in die tijd. En we waren om 9:15 thuis. En ik weet nog dat mijn moeder heeft gehuild, paniek. Ik was verloren zoon. Hoe kon ik zoiets doen, naar de bioscoop gaan? Zo erg was dat, zeg maar, in onze cultuur. Vroeger heb ik het over hoe ik ben opgegroeid. Hè. Het was echt haram. En als ik nu kijk, man, hoe lijp het is veranderd. Ja, het is abnormaal, man. Dat ik als man, jonge man van 14... al enorme verantwoording moest afleggen voor het feit dat ik naar de bioscoop ben gaan stiekem. En we kwamen dus om 9:30 volgens mij thuis. En het was gewoon het einde van de wereld. Je ziet nu gewoon meiden van 16 die gewoon om 12:00 thuis komen. En ook de manier waarop ze gekleed zijn. Zo weinig respect aan hun ouders toe. Maar hun ouders hebben ook geen respect. Dus ik sorry zie dat ik onderbreek, Younes. Ja. Sorry dat ik onderbreek. Je hebt iets belangrijks gezegd. Oh. De manier hoe ze zich aankleden, weinig respect aan hun ouders, maakt de persoon de kledij of maakt de kledij de persoon? Ja, beide. Beide. Het hoeft niet. Je kan iemand hebben die schaars gekleed is, maar echt een heel goed persoon is. Mm-hmm. Neemt niet weg dat diegene ontzettend verkeerd gekleed is. Dus ik kan niet oordelen over haar karakter, maar je moet bij mij niet aankomen met... het zit binnen. Want wat binnen zit, uit zich in woorden en daden. Toch? Als iemand zegt, ja, van binnen ben ik heel goed, maar diegene loopt de hele dag te kankeren, loopt iedereen uit te schelden, loopt iedereen te bestelen, loopt iedereen op te lichten, loopt helemaal schaars gekleed. Maar we moeten wel allemaal aannemen dat diegene van binnen goed is. Nou ja, prima. Wat binnen is, dat laten we over aan Allah subhanahu wa ta'ala. En wij oordelen op basis van wat we zien en horen. We mogen toch niet oordelen, als je alles kent, als je zijn vision volgt, mogen wij als mensen toch niet oordelen, normaal gezien. Als ik, misschien alleen ben ik verkeerd. Ja, dat sowieso. Maar ik hoor het wel vaker van, we mogen niet oordelen. Kijk, op het moment dat je zegt, we mogen niet oordelen, dan ben je al aan het oordelen. Klopt. Dus dan weet je al dat dat eigenlijk niet kan en dat het niet klopt. Maar sterker nog, het is onze verplichting, in islam heb ik het over, hè, moslims, om elkaar aan te sporen tot het goede. En elkaar te bekritiseren in het slechte. Natuurlijk heb je de bepaalde stijlen die daarbij horen. Als jij iets privé doet, dan ben ik hartstikke fout bezig als ik dat openbaar aan iedereen ga vertellen. Van hij heeft dit en dit gedaan. Mm-hmm. Dus ik dien jou in het privé niet te corrigeren. Te overtuigen van dat moet je niet doen. Maar op het moment dat jij buiten in het openbaar, op een festival of je filmt jezelf en je laat het aan iedereen zien. En dan krijg je van die mensen die zeggen, ja, maar je moet hem privé aanspreken. What the fuck? Waarom moet ik hem privé aanspreken? Hij is zijn slechtheid aan het verspreiden onder de mensen. En jij dient ook die slechtheid die hij verspreidt, die tegen te gaan door aan iedereen duidelijk te maken dat die persoon slecht bezig is. En dan is het aan die persoon of die daarmee wil stoppen of daarmee wil doorgaan. Maar het is mijn verplichting. En het is zelfs zo dat je het moet stoppen met de hand. Dus fysiek. En als je daartoe niet in staat bent, hè, we leven in Nederland of je hebt de macht daar niet toe, dan in elk geval met de tong. Dus dat je er tegen uitspreekt, in het openbaar, hè, nogmaals. En als je daartoe ook niet in staat bent,
misschien ben je bang, misschien leef je in een land waar dat verboden is of whatever, dan is het laatste wat je kan doen, maar dat is ook de laagste vorm van iman in islam, dat is dat je een smeekbede doet vanuit je hart. Nou ja, dat laatste kun je natuurlijk altijd doen, ook als je het eerste en het tweede hebt gedaan. Zoals jij zegt, in je privé, wat jij doet in je privé, moet jij in je privé ook kunnen doen. En... Maar stel je voor, een dame heeft een partner. En de dame vertrouwt haar partner tot de uiterste. Zij stuurt hem een video. Ja. Was bedoeld voor die partner alleen. Ja. En die partner, wat doet die partner? Die is boos op zijn vriendin. Die deelt dat overal, publiek, alleen buiten. Ja. Verdient die dame, verdient zij kritiek te krijgen? Ik vind dat je privévideo's, zoals jij die nu schetst, die jij niet verder te verspreiden. En dat zal ik ook nooit doen. Nee, natuurlijk niet. Dat is toch abnormaal. Je gaat toch niet iets wat privé is, ga je toch niet delen? Met uw eigen partner? Wat is er mis mee? Nee, ik ben daar nog ineens gekomen. Ik heb het nu over de vriendinnen die het hebben gedeeld. Okay. En iedereen op internet die dat verder deelt. Daar ben ik op tegen. Nee, ik heb het over een koppel. Wat was dat? Ik heb het over een koppel. Koppel, vrouwtje stuurt een video. Ja, maar kijk, broer, met alle respect. Je bent een koppel. Als je je vrouw graag, als je daar opgewonden van wil worden, wat dan ook. Ga naar je vrouw. Laat er elke hoek zien van het huis. Zal ze hartstikke fijn vinden. En that's it. Maar wij moeten niet doen alsof op het moment dat je iets filmt en het verstuurt, dat anderen het niet kunnen zien. We hebben de geheime diensten, we hebben de Nederlandse staat, misschien de mensen bij Apple, bij iCloud. Het kan uitgelekt worden zoals het ook wel vaker uitgelekt is. Het kan precies zoals jij zegt in verkeerde handen komen van vriendinnen of nichten. Er zijn zoveel dingen die fout kunnen gaan. Daarnaast, wij zijn geen zwanen, hè? Dat je gewoon één partner en daar blijf je tot de rest van je leven mee. En als eentje doodgaat, wil die ander ook dood, want einde leven, nee. Jij weet ook niet of jij voor de rest van je leven bij die persoon blijft. Dus sommige dingen kun je gewoon niet doen, waaronder naaktvideo's, naaktfoto's sturen. Dus dat gezegd te hebben, maar neemt niet weg dat als zij alsnog geëxposed wordt, dat andere mensen op internet dat allemaal verder moeten gaan delen. Want dat is echt schandalig, vind ik. Zoals je zegt, ze moeten dat niet verder delen, maar persoonlijk, dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Ik vind, als een dame 100% haar partner vertrouwt en uiteindelijk, zoals je zegt, die gaan uit elkaar en die partner heeft zoiets van, weet je, ik wil revenge op tegenover haar. Maar onder andere. En hij deelt dat. Ik vind persoonlijk niet dat mevrouw op het moment, mevrouw die de situatie meemaakt, dat zij moet bekritiseerd worden. Ja, waarom niet? Zij heeft ook iets fouts gedaan. Dat is hetzelfde. Ik stuur u bijvoorbeeld, Younes, weet je, ik heb juist 100 euro gemaakt, ik heb dat juist gestolen van de bank. Ik stuur dat naar u. De bedoeling is dat ik naar u stuur en jij houdt die informatie voor je eigen. Op een dag word je boos op mij en zegt, weet je, je hebt de politie, Charlie heeft 100 euro gestolen van de bank. Allemaal heel leuk en aardig. We hebben een schepper. We hebben onze profeet. Daar zitten allemaal regels bij. Daar die je aan te houden. Wil je daarvan afwijken en er zelfs tegen ingaan en het gaat fout, moet je achteraf niet janken. Moet je op de blaren zitten. Er is niet een slachtoffer dader. Je hebt een dader en je hebt nog een grotere dader. Maar allebei fout. Je kan niet goed praten. Dit is ook gelijk een... Maar ja, de meeste vrouwen weten dat nu gelukkig ook wel. Het is gewoon nat dan om je poes of wat dan ook. Huisdier wel natuurlijk, maar ik heb het over onderkant. Om het naar iedereen door te sturen of naar jouw man door te sturen. Ik kom er gewoon niet. Ik heb het ook oost. Ja. Nee, zeg maar, ik luister. Nee. Ik wil zeggen, ik begrijp u dat jij zo denkt in uw eigen leefwereld situatie, maar wat ik niet begrijp is dat jij nu zegt van de dame is verkeerd om dat naar haar eigen partner te sturen. Nogmaals, ik ben ook tegen, ik ben ook tegen zo'n video, want jij weet nooit dat kan gelekt worden zoals jij nu zegt. Maar ik vind wel persoonlijk, een dame of een man heeft alle recht te sturen wat zij wil sturen, als ze die persoon vertrouwt. Want zij heeft zo'n een vertrouwensband. Zij moet niet haar partner niet ongelimiteerd vertrouwen. Zij moet een ongelimiteerde vertrouwen hebben in haar schepper. En die heeft gezegd, dat doe je niet. Klaar. En als je dat wel doet, ja, dan is het precies wat jij zegt. Doe wat je niet laten kan. Maar ik zeg alleen, ga achteraf niet huilen. Jij had vertrouwen in jouw man, niet zozeer in jouw schepper. Nou, nu moet je op de blaren zitten.
En verder gaan met je leven. Maar neemt niet weg dat ik het nog steeds... Dat moet wel benoemd worden. Kijk, heel veel mensen denken altijd zwart-wit. Niet genuanceerd. Die is fout, die is goed. Nee, vrouw is fout. Man is in dit geval nog veel fouter. Want ik vind het ook smerige honden. Begrijp ik waarom? Jij moet ook als man zijnde niet van jouw vrouw dat soort dingen vragen of accepteren. Begrijp je? Waar is jouw waarde gebleven? Begrijp je? Jij gaat mij toch niet vertellen dat alles wat jij in je telefoon hebt, dat niemand dat kan zien? Ja, zeker. Wil jij dat mensen jouw vrouw naakt zien? Kom op man, waar is die trots en eer? Maar we leven echt in een tijd met heel veel deuut. Begrijp je? Dat zijn mannen zonder jaloezie, zonder trots en eer als het gaat om hun vrouwen, zusjes. Subhanallah. Wat houdt haya voor u in? Wat houdt schaamte voor u in? Huh? Wat houdt schaamte voor u in? Schaamte is bij mij volgens de islamitische richtlijnen. Dus ik zou met mijn kinderen wel over seks kunnen praten en ze daar zeg maar dingen over leren zonder gelijk helemaal rood te worden. Zoals dat in onze Marokkaanse cultuur helaas het geval is. Maar gewoon volgens de islamitische richtlijnen. Schaamte is dat jij je juist kleedt. Dat jij niet je geslachtsdelen of andere vormen aan anderen laat zien. Schaamte is ook je manier van praten. Nou, daar moet ik mezelf echt enorm in verbeteren, mocht dat een vraag zijn. Wat zou je... Ja, goed. Nee, ik vind echt de manier waarop je praat. Ik vind het schandalig dat we zo vulgair en vies praten zonder dat we daar eigenlijk... Stilstaan. Ja, nou, niet, ook geen schaamte voelen. Vroeger als kind, als je iets vies zei of zo, of iemand zei dat, werd je rood als kind. Ja, die schaamte, subhanallah. Kinderen hebben dat, die zijn nog zuiver daarin. En je ziet dat hoe ouder je wordt en hoe zwatter je hart ook wordt, dat je gewoon op een gegeven moment geen schaamte meer kent. Ja. Dus dat moet je opnieuw leren. Mm-hmm. Een vraag in verband met, sorry, dat is misschien een te persoonlijke vraag, maar u hebt één zusje. Ja. Zij is wel op een volwassen leeftijd nu. Ja, getrouwd, kinderen getrouwd. Al twee. Is zij ook gesluierd? Niet de niqab. Wel hoofddoek, maar niet volgens de richtlijnen van de islam. En hoe is uw band tegenover haar in verband met hoe zij zich rond... Allee, ja, zij is opgegroeid met vier broers. Is niet makkelijk. En best wel ook hard, begrijp je? En zij is daardoor ook echt hard. Oh. Dus, maar wel een goede band. Ruzie en vrede. Ruzie en vrede, zo gaat dat. Ik wat minder. Ik ben wel wat minder van de ruzies. Maar met mijn andere broertjes kan ze wel echt flink... Ze is echt pittig. Ja. Maar als het gaat om kleding, ik vind het... kan veel beter, man. Maar dat geldt bijna voor alle vrouwen tegenwoordig. Maar nu u zegt het kan veel beter, maar de persoon dat uw zus is... U kent uw zus? Ja. Wat vind jij van de persoon dat zij is? Ook ja, maar dit interesseert mij vrij weinig. Ze mag echt zo goed zijn als ze wil. En ze mag doneren aan heel Afrika en Azië en weet ik wat allemaal. Ja, en ze kan echt allemaal prachtige mooie dingen doen. Maar regels zijn regels, broer. Alles van het heeft gewoon duidelijke regels. Bijvoorbeeld geen make-up buiten huis. Geen parfum buiten huis. En dan mag je wel een hoofddoek dragen. Maar ja, die hoofddoek heeft naar mijn inzien weinig waarde als je... Met parfum en ja, het is iets. Je bedekt in elk geval je haren, begrijp me niet verkeerd. Maar ja, ik kan me daar wel aan ergeren. Ja. Ik heb bijvoorbeeld. Ik was hier en daar wat vragen aan het stellen aan mensen. En ik vroeg aan een van mijn goede vriendinnen eigenlijk, die in Amsterdam woont. Ik vroeg: ja, als je de naam Younesse Wiley hoort, wat komt er in je hoofd? Oh nee, hell no. Als ik zijn stem gewoon hoor. Dan scroll ik gewoon verder. Ik zeg, waarom? Ja, die man die wil altijd vrouwen exposen. Like, alleen maar Marokkaanse vrouwen. En nooit gaat het over iemand anders. En amper mannen. Ja. Wat vind jij ervan? Ja, Amsterdam heb ik. Wow. Ja, nee, ik wilde gewoon zeggen. Amsterdam heb ik natuurlijk, vergeleken met alle andere steden, de minste fans. Gek genoeg. Vergeleken met bijvoorbeeld Den Haag of Utrecht al helemaal, of Rotterdam zelfs. Ook wel echt een stad. Daar zijn echt heel veel mannen pro. En Amsterdam, altijd als mensen ook ruzie met mij hebben, zeg ik ook altijd, kom je uit Amsterdam? En dan schrikken ze van, hoe weet je dat? Ja. Blijkbaar komt alle kritiek bijna daar vandaan. Maar even los daarvan, het zijn de meest simpele, achterlijke zielen, schaapjes die er bestaan. Want ze praten over iets, maar ze weten niet waar ze over praten.
Snap ik bedoel of niet? Als ik kritiek op jou uit, dan wil ik eerst weten wie je bent, wat je zegt, wat je doet. Wie is jouw omgeving? Wat heb je op het internet gedaan? Ik ga onderzoek naar jou doen. Zo ben ik altijd al geweest. Als ik iets aanpak, wil ik het goed aanpakken. Hij pakt alleen maar Marokkaanse vrouwen. 2 seconden. Op mijn Insta je ziet Koerdische vrouwen, Turkse vrouwen, Somalische vrouwen. Van alles en nog wat. Eigenlijk komt het op neer, moslima's eigenlijk. Ja, over het algemeen. Dat is ook het hele idee erbij. Want zo zie ik dat ook. Gewoon een moslima is een moslima. Punt. Of ze nou Turkse is of Marokkaans allemaal een worstwezen. Je hebt een hoofddoek, gedraag je. Begrijp je? En dan heb je, hij pakt alleen maar vrouwen aan. Mm-hmm. Met alle respect, als ik vrouwen aanpak, dan pak ik die flikkers die jij net opnoemde ook aan. Dat zijn hun zusjes. Toch? Dan pak ik dus eigenlijk indirect hun vaders en hun ooms en hun broers aan. Dat ten eerste. Ten tweede, je ziet ook als je door mijn Instagram heen gaat, kritiek op mannen. Ook filmpjes over mannen. Komt minder voor. Ik legde net al gelijk aan het begin van het interview. Ik maak me meer zorgen om onze vrouwen dan om onze mannen. Begrijp je? Maar ik heb kritiek, zeker als het gaat om politieke kritiek. Maar ook op rappers heb ik ook ruzie mee gehad. Acteurs heb ik ook ruzie mee gehad. Mannen hebben het nu over. Hè? Ik heb zoveel kritiek gehad, denk ik, op iedereen. Ik weet geen eens meer wie mijn vijanden zijn. Soms zie ik iemand, denk ik, ja, heb ik die een keer aangepakt, ja of nee? Soms spreek je ook een bekende iemand, dat twijfel je ook. En dan zegt diegene, ja, je hebt me 3 jaar geleden gepast. Dan denk ik, ja, zie, ik had je toch een keer aangepakt. Het is niet persoonlijk. Ik zie iets wat mij niet bevalt en ik pak het aan. Maar dat die homo's, waar jij het net over had, die zwemmers, waarvan de zusjes gewoon letterlijk, hè, ik overdrijf niet. En iedereen weet het, we doen hier niets schijnheilig, maar ze worden gewoon gebald in, hoe noem je dat, in die kelderboxen. Gewoon letterlijk, hè, in de Bijlmer, geen overdrijving hier. En dan komt die popiopie borst naar voren, ik vind, cirkel wat man, ga je zusje uit die kelderboxen halen. Begrijp je? En voet erop. Als je er goed opvoedt als een echte vrouw, dan zou je trots op mij moeten zijn. Want dan hebben we een beetje hetzelfde werk. Begrijp je? Je laat je zusje overal door iedereen ballen en ik moet mijn bek daarover dicht houden. Nee, man. Ja, ik denk ook gewoon, Younes, dat sommige mensen zoiets hebben van waarom. Alleen, trouwens, je hebt alle recht om te doen wat de fuck jij wilt. Hè? Ja, ja. Jij doet wat nee, dat idee had ik al de afgelopen ja, 20 jaar. Jij doet wat de fuck jij wilt. Maar inderdaad, sommige mensen hebben zoiets van: wie bent jij om die kritiek te geven, bijvoorbeeld. Als ik buiten loop en iemand stinkt, erger ik mij daaraan. Jij niet? Iemand stinkt gewoon echt. Dat je denkt, pff, je stinkt. Weet je waarom? Je hebt er last van buiten. Zo zie ik dat ook met vrouwen. Als je deze die Amsterdamse jongen, wie het ook mag zijn. Een dame. Al was het een dame? Ja. Dat is dan de dame waar ik het net over had in die kelderboxen. Kijk, tegen die dame zeg ik, doe wat je niet laten kan. Laat je ballen door wie je maar niet. Ja, gewoon door de hele wereld mag. Kelderbox sessies, volgas, doe je ding. Maar ga dat niet openlijk, zeg maar, promoten op social media. Zeg maar, mijn nichtjes, misschien onze toekomstige dochters, onze familieleden moeten niet, zeg maar, besmeurd worden met jullie ranzigheid, wat jullie, zeg maar, normaal proberen te maken. Daar gaat het mij om. Als iemand privé, ik ken ook meiden, iedereen zegt erbij, ja, waarom pak je ze niet aan? Waarom moet ik ze aanpakken? Ja, ik weet, het zijn hoes. En ik weet, ze werken gewoon, je weet toch, voor geld. En ze, je weet toch. Maar stilletjes. Ze promoten het niet. Ze vallen er voor de rest niemand mee lastig. Tussen 4 muren, beentjes gaan in de lucht. Piep, piep, en ze doet haar ding. Daar heb ik minder moeite mee. Er is 1 Marokkaanse dame. Waila. Ja, Oulaya heb je en Waibatje. Twee vriendinnetjes. Ja. Ja. Hoe is u mee? Allee, want uiteindelijk, zij doet wat zij wil, toch? Ja. Nou, haar moeder vindt het ook prima. Maar je ziet vaak bij dit soort meiden, ook andere meiden, dat ze een vaderfiguur missen. Begrijp je? Dan hebben ze alleen maar een moeder. Een luxe moeder, die het ook allemaal prima vindt. Dus ja, dan is het geheid dat het gaat mislukken. En dat zie je ook. Maar voor mij, ik kan zo iemand niet corrigeren, zeg maar als het ware. Of aanpakken. Waarom? Het heeft geen zin, behalve dat je haar promoot. Maar die andere meiden die stiekem, maar wel op social media 10.000 volgers hebben, hoofddoekje. Kijk, die kun je wel onder druk zetten. Zou jij, dus mijn andere woorden, jij respecteert wel Oulaya, hoe noemt zij? Oulaya. Oulaya, dus mijn andere woorden, jij respecteert wel Oulaya, haar, de manier hoe zij haar eigen. Nou, respecteren vind ik. Oké, respecteer mijn andere woorden. Zij komt er wel op voor. Ik wil ook niet gerespecteerd worden voor heel veel dingen die ik doe. Neem niet weg dat mensen het begrijpen. En in haar geval, ik kan niet respecteren wat ze doet.
Maar zij is ook niet de meest goede voorbeeld hoor. Want ze post ook gewoon heel veel dingen. En ze laat ook echt heel veel dingen zien die slecht zijn. Alleen wat ik hier probeerde aan te geven is... zij heeft een hele andere jeugd gehad. Een hele andere opvoeding. Zij heeft een hele een vrije opvoeding ook van de moeder. Dus je kan daar geen druk op zetten. Totaal niet. En voor iedereen is het ook wel overduidelijk van... Oké, die kant moeten we niet opgaan. Toch? Maar op het moment dat een meisje rustig is... doet HAVO... hoofddoekje, jurkje, tot over de knietjes. En zij gaat liedjes narappen en weet ik wat allemaal. En best wel schandalige dingen op het internet. En jij repost dat, dan merk ik ook. Ouders die schrikken zich kapot, broers die krijgen een hartverlamming. Dat meisje ziet het leven bijna niet meer zitten. En dan denk ik, mooi. Kijk, daar heb je wat aan. Want dan kun je dat als voorbeeld tonen. Voor iedereen die het misschien wellicht ook wil gaan doen. Van kijk, er zijn gevolgen aan gebonden. Plus, dat meisje zal er waarschijnlijk mee stoppen. Haar broers die nemen gelijk actie. Haar vader gaat er beter in de gaten houden. Want dit is ook echt een probleem van ouders. Ze maken allemaal kinderen, maar ze voeden ze niet op. En dan moet ik ze gaan opvoeden. Ik vind het best wel zwaar hoor. Om iedereen zijn zusje en broertje op te voeden. Dit is eigenlijk de taak van de ouders. Waarom weten ouders niet wat hun kinderen op het internet uitspoken? En bespaar me die bullshit met... Ja, ze zijn oud. Nee, we hebben het nu over 16-jarigen. 17-jarigen, 18-jarigen. Gemiddeld gezien zijn hun ouders 50. 50 die weten hoe internet in elkaar zit. Die hebben zelf Facebook, die hebben zelf WhatsApp. Die hebben zelf Instagram. Ik bedoel, waar de fuck hebben we het over? Hou je dochter in de gaten. Kom op, man. Kritiseert jij ook als jij een Marokkaanse dame ziet met een donkere man? Als het een niet-moslim is, zeker. Waarom? Omdat een dame met een moslim moet trouwen, niet met een niet-moslim. Plus, ik ben daarbij iemand die over het algemeen tegen gemengde huwelijken is. Ik ben daar echt op tegen, persoonlijk. Als ik kinderen heb, dan wil ik dat mijn kinderen... met Marokkanen trouwen. Dan wilt je dat, maar uw kind komt af met geen Marokkaan, maar met een donkere man bijvoorbeeld. En die man is een goede man. Ja. Niet bekeerd. Nee. Dat, kijk, niet bekeerd kun je op je buik schrijven. Bekeerd kun je ook op je buik schrijven. Bij mij, hè? Ik heb het over mezelf. Hè? Ik trap niet in die... Ja, maar is dat niet racistisch dan, broeder? Misschien discriminerend racistisch. Maar, ik heb een voorkeur, broer. Ik heb een voorkeur. Voorkeur begrijp ik. Nee, maar als het hetzelfde met... Zoals ze zeggen, Aromees. Ze hebben ook een voorkeur met wie ze hier zijn. Ze hebben helemaal gelijk. En ik sta er ook helemaal achter. Ik ben ook tegen al die vluchtelingenstromen en alles. Maar los daarvan, kijk, ik heb mijn kinderen. Mijn dochter komt thuis en ze zegt, ik wil met deze Antilliaan trouwen. Begrijp je? Ik ga nu uit van een echt lijpe situatie. Want ik ga ervan uit dat als ik mijn kinderen goed opvoed, dat ze niet opeens thuis komt en zegt, ik heb iemand al leren kennen, ik heb iemand al ontmoet en ik wil met hem trouwen. Zo werkt dat niet. Begrijp je? Maar geer. Hij is bekeerd. Is goed. Hij is bekeerd. Is goed. Assalamu alaikum. Alaikum, alaikum salam. Waar bid jij? Ga je 's ochtends naar moskee? Bid jij fajr in de moskee? Nee. Door. Wat doe je voor werk? Dit, dat. Nee. Hey. Kruis. Pak. Weg. Dat doen we niet aan. Het antwoord is ja. Terwijl bij een Marokkaanse man, misschien bidt hij niet in de moskee, maar ik zie dat het wel een hardwerkende man is. En ik zie dat hij toch bezig is, hè, die struggle heb ik ook gehad, om het gebed goed op te pakken. Dan zou ik sneller geneigd zijn om ja te zeggen. Broeder, ik vind dat echt, dat is heel warm, broeder. Want wat bedoel ik met warm? Sorry, ik ben van de antwoord. Oh. Zeggen warm. Ik denk, hij krijgt het heet van. Ja, broeder, met warm bedoel ik. Ik vind dat eigenlijk niet kunnen. Waarom? Want wat je eigenlijk zegt is, als je een zwarte man bent, gewoon... Nee, niet alleen zwarte man. Turken, Afghanen, Nederlanders, alles. Ik zeg tegen jou, Marokkaan, okay. Marokkaan. Oké, okay, zo algemeen. Ja, ja. Ik heb het ook gezegd, ja. Dat klopt. En ik ga je eerlijk vertellen, ik maak wel een onderscheid hoor, tussen bijvoorbeeld Afrikaanse zwarte mensen en bijvoorbeeld Antillianen. Vind ik een heel groot verschil. Iemand die geboren is als moslim in Senegal of in Ethiopië, is een geboren moslimbroer. Dat is mijn broeder. Zo zie ik dat ook. Somaliërs zie ik niet als... Ja, het klinkt raar. Het zijn zwarte mensen. Maar ik zie ze echt als mijn broeders. Gewoon echt mijn broeders. Want ik weet, hun zijn geboren moslims. Maar zelfs bij hun wil ik dat niet. Begrijp je? Omdat ik ben echt, zeg maar, van een stempel. Marokkaan met Marokkaan. Turk met Turk. Afghaan met Afghaan. En dat is prima zo. Behalve, je hebt altijd uitzonderingen, toch? Stel eens voor dat jouw dochter interesse heeft in een, nou ja, in dit geval dan een man uit Ethiopië.
Maar mashallah, hij kent de Koran, hij kent zoveel ahadith. De juiste aqidah is natuurlijk ook belangrijk. Veel te vinden in de moskee daar wanneer hij kan bidden, want hij werkt ook. Broer, je mag in je handen klappen voor zo'n man. Begrijp je? Dan ga ik ook nadenken van, wacht even, mijn dochter is echt, wil heel graag met deze man. Deze man, mashallah, ik heb niks om aan te merken op islamitisch niveau. Sterker nog, ik bewonder hem. Ja, dan ben ik de grootste idioot om uiteindelijk tegen mijn dochter nee te zeggen. En dat ze vervolgens achter mijn rug om verkeerde keuzes maakt met andere mannen. Van kwaad naar erger. En uiteindelijk belandt met een of andere Marokkaanse junkie. Begrijp je? Maar ik heb het nu over het algemeen. Een duif gaat met een duif, een kraai met een kraai, een mus met een mus. Zo zie ik dat een beetje. Maar, met andere woorden. Met andere woorden, dus jij ziet. Oké, voor u. Ben ik volledig mee eens. Als jij zoiets zegt van, voor mij wil ik liever niet. En je hebt ook geen discriminerende woorden gebruikt. Je hebt geen en woordjes, bla bla bla. Nee, dat is uw ding. Ik wil ook niet dat mijn dochter trouwt met bijvoorbeeld een thug. Gewoon een voorbeeld, hè. Maar je hebt, kijk, ja, je hebt het probleem is dat wij Marokkanen altijd worden afgerekend op dit soort dingen. Broer, denk je dat een Turkse vrouw, thuis kan aankomen met ik ga met de Marokkaan trouwen. Of het algemeen Turken die gaan gelijk eer braken, die maken al gelijk liquidatie. Waar hebben we het over? Afghanen, idem dito. Dit is bij iedereen zo. En het gekke is dat wanneer wij Marokkanen dat uiten, dan worden we gelijk aangewezen voor discriminerend. Nee, ik kijk ook naar cultuur. Cultuurbotsingen. Hoeveel scheidingen heb je tussen twee verschillende culturen die met elkaar trouwen. Kijk, scheidingen zijn sowieso nu over het algemeen hoog. Maakt niet uit, Marokkaan met Marokkaan of Marokkaan met niet-Marokkaan. Maar geloof me, de percentage bij Marokkaan, niet-Marokkaan ligt vele malen hoger. Is logisch. Familie speelt een rol. Die familie botsen met elkaar. Zelf botsen met elkaar. Gaan we dit jaar naar Oeganda of gaan we dit jaar naar Marokko? Weet ik veel, bro. Ja, het maakt het wel makkelijker als je met de berg. Ik wilde bijna zeggen met de berg. Met je eigen berg trouwt, maar je snapt wat ik bedoel. Het is makkelijker om met je eigen omgeving te trouwen. Maakt het makkelijker. Ik ben volledig mee. Ik ben niet volledig mee. Ik begrijp wat jij bedoelt. Ja. Van kijk, jij wordt liever dat mijn A trouwt met A en B trouwt met B. Je hebt alle recht om zo te makkelijker, denken. Makkelijker. Voor u is dat gemakkelijker. Ja. Vooral in deze tijden van fitna. Kijk, als we echt in een goede tijd zouden leven, bijvoorbeeld de mooie tijden van het Ottomaanse Rijk, of de Gouden Eeuw, zeg maar, toen in Spanje met Andalus. Ik ga het geen eens hebben over de tijd van ons profeet, want die was echt het allerbeste van alles. In die periode hadden mensen een hele hoge iman. Dus dat houdt in dat hun geloof veel hoger stond dan hun cultuur. Alleen ik merk, dat is een feit, dat ons iman niet meer hoog is. En onze cultuur redelijk nog wel hoog is. Dus dat, je gaat zien dat mensen tegen elkaar gaan botsen. Als een Nigeriaan trouwt met een Turkse dame. En ze zijn allebei islamitisch erg praktiserend. Dan zal cultuur geen kans maken. Want islam staat echt ver weg boven. Vandaar dat ik ook zeg, in deze huidige tijd waarin we nu leven. Raad ik het af. Ja. Maar zoals ik zeg, voor sommigen en onder andere ik, Younes, dat komt racistisch over. Op mij komt dat ook racistisch over dat een Turkse dame niet met mij mag trouwen, maar ik begrijp dat. Ik sta er volledig achter. Ik vind het niet leuk, misschien. Ik heb een keer een liefde gehad en dat mocht niet. En ja, het is wat het was, maar achteraf, als je wat ouder wordt, dan begrijp ik het wel, eerlijk gezegd. Wij merken, dit is een vraag van iemand dat ik heb gekregen. En de vraag was eigenlijk, wij merken op dat u vaak jonge vrouwen aanhaalt in uw filmpjes op sociale media. Ja, ik kan ook oude vrouwen aanhalen, maar daar zie ik geen. Die heb je ook hoor, die oudere vrouwtjes nu op TikTok. Het is echt helemaal de weg kwijt. Echt ziek man. Ongelooflijk. Younes, je bent zot. Voel me. Jonge mannen pak jij ook aan in post trouwens. Maar alleen nu bij de vrouw, dat is bijvoorbeeld hoofddoek, de manier hoe ze zich zet, want ik heb video's gezien, manier hoe ze dansen, manier hoe ze spreken, alles stoort u tussen haakjes. Maar bij jonge mannen bijvoorbeeld, wat stoort u daar bijvoorbeeld? Als ze zich gedragen als vrouwen, man. Ik had laatst ook een paar gepost, 3 dagen geleden of zo in Utrecht, dat ik echt dacht bij mezelf, gadverdamme, maar het bleken dan asielzoekers te zijn, uit Syrië, verschrikkelijk man. Mannen zijn daar aan het strijden voor hun land. En dan heb je dit soort lafaards die dan
hierheen komen om dan TikTok-dansjes te maken. Ja, dat is bij mij op geen enkel manier goed te praten, man. Ik bedoel, dat je gevlucht bent als kind, daar kun je niks aan doen, want dat is de keuze van je ouders. Maar dat neemt niet weg dat je dan vervolgens, ik heb het nu over gasten van 17, 18, dat je als een LHBT-aanhanger dansjes moet gaan doen in het openbaar. Schandalig. Terwijl je land in de fik staat. Hoe dan? Nederlanders staan op de grens daar bij Syrië. Zijn ze hulp aan het aanbieden. Toch? Ze zijn vluchtelingen aan het helpen. Ze zijn daar zichzelf aan het opofferen. Ze laten Nederland achter. Om daar iets te kunnen betekenen voor de Syrische bevolking. Maar de Syriërs zelf, die zijn hier in Utrecht. Dansjes aan het doen. Hè? Dan krijg je toch kortsluiting, bro. Daar moet je toch gewoon eerlijk in zijn. Ja. Jules, jij bent zot. Ja, het is wat het is. Ja. En sommige meningen zijn niet echt heel populair, omdat je dan vaak tegen een hele grote groep mensen praat waarvan ik denk dat ze in hun hoofd geen hersenen hebben, maar gewoon poep. Dat ze dan vastlopen. Oh, wat erg. Het is toch niet gek wat ik zeg? Jouw land staat in de fik. Anderen zijn daar hulp aan het aanbieden. Jij bent gevlucht naar hier. En vervolgens ben je LHBTQ-dansjes aan het doen op Hoogkaterijnen. Wat is hier raar aan als ik dit zeg? Ja. Dus. Ja. Weet je, ik ga even een controversiële vraag stellen. Jij spreekt, jij zegt, jij antwoordt toch op alles. Ja. Ben jij tegen LGBT. Ik vind het echt, van alle vragen die je hebt gesteld, ik vond alle vragen echt geweldig, vind ik dit wel echt een hele, niet een goede vraag, laat ik daarop houden. Natuurlijk ben ik daarop tegen. Ik ben daar heel erg op tegen. Maar wacht, jij kunt zeggen dat dat een hele goede vraag was, want ik geef u gelijk. Waarom? Want als jij in een bepaalde omgeving of situatie of principes bent opgevoed, zijn bepaalde dingen eigenlijk tegen u weg. Ja, ik ben er echt extreem tegen. Maar wij leven nu in een situatie, of in een wereld, 2024, waar dingen te laat, ze laten dat toe. Interesseert me geen ene moer. Maar leven we in 2060, ik ben Younes en ik ben erop tegen. Zolang ik adem en al loopt elk man met nagellak en naaldhakken, dan zal ik dat soort gezeik afkeuren. Omdat ik gewoon altijd terug zal gaan naar de basis. Een man is een man. Wat maakt een man? En een vrouw is een vrouw. Wat maakt een vrouw? En nu hebben ze die zaken heel dicht bij elkaar gebracht. Want vrouwen werken nu, carrière, dezelfde rechten, dezelfde plichten. Echt bizar. En het is nu zelfs zo erg geworden dat vrouwen nu zeg maar op de plek van mannen gaan staan. Een man op de plek van vrouwen. Waardoor ze op een gegeven moment dachten, weet je wat? Een man hoeft ook niet per se een man te zijn. Het kan nu ook gewoon een vrouw zijn. Het is zo chaotisch geworden. Ik ben daarop tegen. Gedraag je gewoon als een man. Gedraag je gewoon als een vrouw. Punt. We moeten geen komma zetten waar een uitroepteken staat. Dus ja, neem niet weg dat een homo gewoon een homo kan zijn. En mag zijn. Ik zal hem nooit daarin beperken. Ik zal me er wel tegen uitspreken. Van, jij aanspreker bent verkeerd bezig. Dat is niet goed. Je hebt een beste vriend, Michael. Ja. Gewoon Michael. Ja. Michael ik heb vrienden van mij die homo's zijn. Okay. Twee zelfs. En, hele goede zelfs. En dat wist jij van dag één? Huh? En jij wist dat van dag één? Van één niet. Als Marokkaans. Echt een van de aardigste jongens die ik ken. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala hem helpen in deze beproeving. Het is echt een van de beste jongens die ik ken. De andere is gewoon een zwarte jongen die ik heel graag mocht. Die werkte naast mijn broodjeszaak. Dus ik heb hem al heel lang niet meer gezien. We hebben ook geen contact meer. Maar die kwam altijd bij de... Maar dat was echt zo... Hij was echt een vrouwtje. Maar hij was ook echt een gruwelijke gast. Ik mocht hem ook echt graag. Okay. Hij was op het begin zenuwachtig natuurlijk. Omdat hij wist hoe ik erin stond. En ik ben echt hard dit dat. Maar ik ben wel iemand in het echte leven. Zoals ik al aan het begin zei. Ik kan met iedereen opschieten. Maar dingen waar ik op tegen ben. Zal ik altijd uitspreken. Okay, ja. Begrijp je? Niet veel mensen mogen u. Hm? Niet veel mensen mogen u. Ik denk dat er wel heel veel mensen zijn die me mogen. Maar, ook zo, laten we zeggen, er zijn sommige mensen die je niet mogen. Nee. Moordpoging, Younes.
moordpoging was eigenlijk niet voor mij bedoeld, maar als je het hebt over dat nieuwsbericht van 2017, die was eigenlijk bedoeld voor iemand anders die naast mij zat. Oké. Okay. Ja. Maar ik heb het op mij genomen. Dus ik ben, er zijn geen moordpogingen op mij gedaan. Dus, want ik dacht, oh, je bent wel een keertje mishandeld, zeg maar, voor de deur. U bent mishandeld geweest? Ja, door een andere vlogger. Die gek genoeg vanaf toen tot vandaag footsie is. Oh. Nee, hij is niet vermoord of zo, hoor. Nee, man. Maar die dacht even een held te kunnen spelen. Wat hij ook natuurlijk bij andere mensen had gedaan. Alleen ja, ik ben niet van het wegrennen. Ik heb wel een grote bek. Ik ben geen vechter. Maar ik ga nog liever dood dan dat ik wegren. Dus dat is wel een keer gebeurd. Mijn auto's zijn wel een paar keer in de fik gestoken. 2 keer. Oké. En laatst nog uit huis gezet. Omdat er een vuurwerkding was afgestoken tegen de portiek van het huis gegooid. Van de deur. Ze vermoeden dat het voor mij was bedoeld. Maar ik weet het niet. Er waren eerst 3 jongens aangehouden, maar die bleken er niks mee te maken hebben. Dus ik weet niet voor wie het was bedoeld. Dus er gebeurden wel wat dingen. Het is niet dat er niks gebeurt, maar... Ja. En er gebeurden hele mooie dingen. Ik heb toen ik onderzoek deed, had ik iets gelezen van dat je een beef had met een dame. En die dame heeft haar man gestuurd naar u. En die man is tot u bij u gekomen. En dat die man spijt had dat hij tot u bij u gekomen. Ja... Het was niet in Utrecht, het was in Hilversum. Maar ik wilde helemaal niet dat hij naar me toe kwam. Ik wilde... Wil je de situatie een beetje schetsen? Of? Ja, hij heeft een vrouw. En zij kwam uit het zwembad en ze had een oranje slipje aan. En ik zag haar poes. En ik maakte een opmerking dat zij... Een moslim maar weer al? Of, ja. Okay. Dus ik zei van, ja, maar echt next level. Toen zei ik van, je bent net een wegwerp Nokia. Eigenlijk zou je alleen maar opgewaardeerd moeten worden... gebruikt moeten worden en daarna weggegooid moeten worden. Bizar dat jouw man bij jou blijft. En toen werd zij helemaal lijp en toen ging die broeder, die ging contact met mij opnemen. Ik zeg, gozer, laat het gaan. Laat het gaan, joh. Je bent gewoon een de youth, prima. Dus dat is een man zonder eer, trots naar zijn vrouw toe. Iedereen mag gewoon pagat doen op jouw vrouw. Iedereen mag genieten van jouw vrouw. Schip hem, maar ga niet bij mij een held komen spelen. Maar hij had zijn zinnen gezet en hij zei maar, stuur adres, waar ben je, ik kom er nu aan, dit, dat, pup. Hij had mijn adres opeens. Dus ik zei, broer, als je komt, eigen risico. Dus hij was gekomen, maar hij was niet alleen gekomen. Hij was met 3 andere mannen gekomen. Dus ze waren met z'n vieren. En ik zelf had ook wel wat mensen klaargezet voor het geval dat... Heel veel mensen, Younes. Ja, 20, 22, het was een groepje. Maar dat boeit me niet, want kijk, als hij alleen was gekomen, had ik alsnog begrepen wat ik had gedaan. Want ik kan niemand onderschatten. Je weet maar nooit wat iemand bij jou wil doen. Ik wil nog leven, ik ben nog fout bezig met veel dingen. Dan ga ik naar Jehannem, dat wil ik niet. Maar ja, het feit dat je met 4 man komt, denk ik ook bij mezelf, hoor. Maar je zou toch alleen komen? Maar prima, ik wist al, bladder. Dus ik had al wat mensen gestationeerd daar. En uiteindelijk was ik degene die hem moest helpen. Omdat... Die groep die ik had klaarzetten, waaronder ook mijn broertje die erbij was, die waren echt zo emotioneel. Die wilden die gasten echt helemaal tot los rammen. Omdat ze toch naar mijn huis waren gekomen. Toen ben ik er nog voor gaan staan. Heb ik ze in een auto gestopt. Ben ik nog met hem weggereden. Toen heb ik hem duidelijk uitgelegd van, dit is eenmalig. De eerste volgende keer dat weer zoiets gebeurt, kun je het niet navertellen. Want ik accepteer het niet als mensen naar mijn huis toe komen. Maar heb je nu ook, ik zou nooit nu afspreken met iemand bij mijn huis om te praten of wat dan ook. Als iemand nu naar mijn huis toe komt, en zo denk ik ook echt, dan zie ik dat als een aanval op mijn leven. Want het kan zijn dat je mij komt vermoorden. Ik krijg zoveel doodsbedreigingen dat ik het niet, ik kan niet afwachten. Ja, ik kan niet afwachten van, ja, wat ga je doen? Nee, ja, het is of jij dood of ik dood. Er wordt niet meer gepraat. Dat begrijp ik. Maar gelukkig blijven de meesten netjes gewoon thuis. Een aantal jaren geleden had je een ander probleem. En een probleem niet, maar alleen. Ik heb heel veel problemen gehad. Selma Omari. Ja, Selma Omari is altijd een beetje. Daar ben ik mee getrouwd. Zeg maar een soort van op social media. We hadden zeg maar een soort rode lijn. En zij kwam elke keer onder zoveel tijd op mijn pad. En dan moest ik het weer even corrigeren en aanpakken. En vandaag de dag.
als ik naar haar kijk, dan doet het me wel pijn, eerlijk gezegd. Ja. Hoe bedoel je? Als je de eerste vlogs van haar ziet en je kijkt er nu naar terug, die op geen enkele manier goed te praten valt, dan zie je eigenlijk dat het best wel onschuldig is. Zoals wij dat nu zien, hè, wat er nu gebeurt. Hè, vergeleken met haar vlogs van het begin, is wat zij deed echt onschuldig. Maar nog steeds haram. Nog steeds echt verschrikkelijk volgens de islamitische richtlijnen. En ik denk bij mezelf, kijk wat social media doet met een persoon, met een mens. Van redelijk onschuldig naar hartstikke fout, hartstikke verdwaald. Met alle plastische chirurgie er nu ook erbij. Ik vind het zo, zo zonde. En vooral omdat zij ook, en dat zag je ook wel eens bij haar, zij had toch ook dat islamitische in haar. Dat strijdbaar. Je weet toch, dan mocht ze meedoen met een programma. En dan zag je aan haar gewoon dat ze zich niet kon inhouden. En dat ze uiteindelijk toch veel reageert. Omdat ze toch dan de islam boven verkoos. En vanaf toen zag je dat het ook fout ging. Toen werd ze geïnterviewd door een homo. En toen begon ze dingen zeg maar terug te nemen die ze had gezegd. En ze ging zich telkens meer aanpassen om die grote media, die grote platformen, die grote influencers die niet moslim zijn, te vriend te houden. En ja, dat is treurig. Ik had liever gezien dat ze heel erg praktiserend was geworden. Dat ze meer afstand zou nemen van alles. Nu ze ook een kind heeft natuurlijk en alles. Maar ja. Maar ik zie haar niet meer als vijand van de gemeenschap. Waarom? Omdat bijna iedereen tegen haar nu is. En op het begin waren er echt nog heel veel mensen die het voor haar opnamen. Begrijp je? Ja. Ik begrijp u zeker. Younes, eerst en vooral moet ik je bedanken, hè, nog steeds. Dat je dat hier bent gekomen. Wat vind je tot nu toe aan het interview? Zou wel één slechte vraag gesteld? Ik vind dit, zonder grap, het beste interview wat ik ooit heb meegemaakt. Ja, precies. Ja. Persoonlijk. Appreciate you. Ja. Appreciate you. Alleen je eerste twee zinnen waren echt heel erg onduidelijk. Ik verstond alleen Charlie. Oké, kan het wel niet. Talks with motherfucker Charlie. What's popping with the population? It smell like money, so we gonna make some. Yeah. Okay. But when I'm in New York, I speak like that. I mean, I be talking mad fast. Yeah, nee, ik voel gelijk de gangster shit hier opbloeien. Yes, sir. Maar Younes, wat ik deze vraag stel. Shout out naar Younes, shout out naar Younes. Hij is helemaal van Nederland gekomen. Waar in Nederland was hij nou? Bussum, heel Bussum. Bussum, Bussum. Shout out naar hem. Hij is helemaal van Bussum gekomen. Bussen, wow. Like Nederland, jullie hebben rare gemeente, steden. Nou, oh, Bussen, what the fuck is Bussen? Antwerpen, Beveren, Brussel, Bussen. Yeah. Maar, ik heb een geweldige interview gehad met Younes, een bescheiden kerel. Natuurlijk, veel mensen zien nu als de boze, de boogeyman. En ja, je hebt een controversiële platform. En jij hebt alle recht om te posten wat de fuck jij wilt. Maar besef ook gewoon dat voor sommige mensen is het zo van, yo, sorry, wie is hij om ons te beoordelen? Like, ik doe wat ik wil, zoals jij ook doet wat jij wil. Maar ik heb een laatste vraag voor u. In het verleden ben jij beschuldigd geweest. Ben jij beschuldigd geweest voor iets dat is gebeurd met een minderjarige, blijkbaar. Maar als je terugkijkt, eerst om die situatie een klein beetje te schetsen. Die minderjarige heeft tegen u gelogen eigenlijk. Ja. Oké. Okay. Moet jij dat beter schetsen? Nee, ik vind dat je het helemaal perfect doet. Van wat ik heb begrepen, ik ben onderzoek doen en zo, dergelijk, heb ik begrepen dat jij met een minderjarige eigenlijk een seksuele relatie hebt gehad. Ja, relatie is een beetje te groot. Oké, seksueel maar contact. Wel, ja, seksueel twee contact. Keer. Twee keer, oké. Okay. Ja. Van wat ik heb gelezen, heb ik begrepen dat mevrouw, de jonge dame, over haar leeftijd had gelogen. Ja. Maar daarna is zij teruggekeerd om te zeggen dat zij niet had gelogen. Corrigeer me als ik fout ben. Nee. Dus oké, daar ben ik fout. Dus we gaan bij die eerste. Hoe kom je daar eigenlijk aan? Deze heb ik nog nooit gehoord. Ja, ik heb dat gehoord. Ik had haar stiekem gefilmd. Zij had me tijdens de rechtszaak, had ze me opgebeld. Had ze een beetje spijt van alles hoe het was gegaan. En ze was toen bijna 17. Ze was dus op dat moment 16. En ze wilde gewoon nog een keer afspreken, omdat het nu wel legaal was. En ik had iets van, dit is mijn moment om alles op beeld te hebben, zoals het echt is gegaan.
Toen had ik het ook over dat ze gelogen had over haar leeftijd. Plus heel veel mensen geloofden niet dat ze al een kind had van 2 jaar toen ze 15 was. Dus dat had ze ook allemaal in dat filmpje gezegd. Alleen ja, ik mocht hem van de officier van justitie. Dan zie je ook wat voor vieze pedoland het is. Want als het gaat echt om kinderen die seksueel worden misbruikt, satanische rituelen erbij, alles erop en eraan. Of het gaat om Joris Demmink of iemand van de D66. Ze kijken allemaal de andere kant op. Maar als het opeens gaat om dit soort zaken, zaten ze er vol gas op. Omdat ze zich zorgen maken om iemand die nog niet helemaal de keuze kan maken van wat ze wil. Snap je? En ik vond het echt bizar. Vooral nu, 15-jarig, 16-jarig mag gewoon geslachtsdeel weghalen, tieten weghalen, bepaalde hormonen slikken om te veranderen van geslacht. En dat ik bij mezelf denk, dit is een verandering dat invloed heeft voor de rest van je leven. Dus dit is wel oké. Maar als iemand als 15-jarige, even los van het feit dat diegene heeft gelogen over de leeftijd, seks heeft, dan is het de einde van de wereld. Ik vond het heel raar, die twee dingen. Maar ik mocht het dus niet publiceren omdat ik toen 2 jaar voorwaardelijk had. Dus ik moest 2 jaar wachten. Terwijl ik de officier duidelijk had uitgelegd, mijn leven kan ook in gevaar lopen. Als mensen echt denken dat het een gehandicapt persoon is. En had ik ook gehoord dat daar geen. Ja, en dus ik wilde mijn naam zuiveren, maar dat mocht niet. En nou ja, toen die 2 jaar voorbij was, letterlijk precies de dag dat die 2 jaar voorbij was. Mijn advocaat zei nog zelfs, wacht nou even gewoon tot de volgende dag voor de zekerheid. Nee man, hij ging er gelijk op. Want het nadeel was, dat als je je niet hield aan die voorwaarden, dan moest je gelijk 6 maanden de gevangenis in. Ja, ik vond 6 maanden de gevangenis ingaan voor zo'n filmpje vond ik niet de moeite waard. En uiteindelijk had ik het gewoon gepost. Dat was het eigenlijk. Het was geen eens zo heel interessant of spannend allemaal. Maar oké. Sommige mensen gaan zich afvragen, hoe ben je zelfs in een omgeving terechtgekomen waar jij met een... Ten eerste, hoe oud had zij gezegd dat zij was? 21 of 23, kan me geen eens meer herinneren. En jij begrijpt toch dat sommige mensen zoiets hebben van... Younes, degene die alle kritiek geeft op mensen en dergelijke, hoe kan hij in zo'n situatie terechtkomen? Ja, maar dat zijn die mensen waarvan ik het net had, die geen hersenen in hun hoofd hebben, maar poep. Daar heb je, want Younes heeft kritiek op dingen die naar buiten worden gebracht door mensen zelf en gepromoot worden. Begrijp je? Hoerengedrag wat gepromoot wordt door hoertjes. Daar heb ik kritiek op. Of zwemmers, homo's, die hun shit zeg maar openbaren. En dat promoot, daar heb ik kritiek op. Wat ze persoonlijk thuis doen, daar heb ik geen kritiek op. Daar praat ik ook niet over, dat deel ik ook verder niet. Dit, wat er is gebeurd met die moeder, was privé. Ik heb dat niet naar buiten gebracht, ik heb daar niet over lopen opscheppen of wat dan ook. En ik kreeg heel veel aandacht van vrouwen in die periode en daarvoor. En ja, als man zijnde niet getrouwd is, ja, is het af en toe wel lastig om je in te houden. En ook op de rechtszaak, en dat heb ik toen ook tegen mijn advocaat gezegd, want die familie stond erbij, was erbij. Ik wilde echt dat de berichten van de WhatsApp echt werden opgelezen. Want het is ook niet zo dat iemand zei, kom we gaan afspreken, want ik zei oké. Zij heeft echt maandenlang, en ik overdrijf niet, want die berichten werden allemaal opgelezen, want die familie stoer zat te doen, heeft ze echt gewoon lopen smeken om af te spreken. En dat ik op een gegeven moment dacht, weet je wat, fuck it, waarom ook niet? Gunning. Ja, hartstikke fout. Ik mag er eigenlijk niet om lachen. Ja, en in die tijd had ik gewoon heel veel dingen die ik deed die niet goed waren, maar wel allemaal privé. Ja, en toen heb ik even 41 dagen vastgezet en dat heeft toen wel echt mijn leven veranderd hoor. Ja, want dan kom je wel echt, dat was wel echt even een beproeving waar je u tegen zegt hoor. Je staat in de krant, gehandicapt kind, al die leugens. Ik werd in de gevangenis werd ik 3 keer verplaatst. Ik zat eerst in Zaanstad, zat ik in afdeling Noord. Had ik het daar superleuk, ik kende daar 2 jongens. Werd ik zonder reden overgeplaatst naar Oost. Ja, naar Oost. Nou, daar had ik het ook weer goed. Advocaat had er werk van gemaakt, waarom heb je me overgeplaatst? Want hij zat goed, hij zat ook veilig. Had ik het bij Oost goed, werd ik weer overgeplaatst naar West. Dat was toen in 2018, dat werd toen de nieuwe vleugel, die was vrij. En dit allemaal in 41 dagen. En Zuid kon ik niet heen, want Zuid was een gevangenis soort van afdeling. Het leek echt alsof ze ook wilden dat ik iets zou meemaken in de gevangenis. Wat gevaarlijk voor mij was. Maar ik had zoveel fans daarbinnen en ik werd ook beschermd. En weet je, dus het was echt fantastisch. Ik heb het echt fijn gehad daarbinnen. Echt, het heeft mij echt zo'n andere inzicht gegeven in... Ik was altijd al bezig met uitspreken tegen Israël, want daar ging het voornamelijk om. Dat is
waarom de Nederlandse staat echt op mij gebrand was. Mijn haat naar Zionisten was ongekend. En mijn kritiek naar Israël. En de kritiek naar homo's. Je weet toch, gewoon openlijke LHBT. Volk van Lot. Ja, ik maakte daar korte metten mee. En dan word je gewoon vervelend. Want je beïnvloedt daarmee de jeugd. En als je dan dom bent geweest zoals ik. En je wordt dan gepakt voor zo'n ding. Ook al kon ik er niks aan doen. Want ik kon er wel wat aan doen. Hou je gewoon aan de islamitische richtlijnen. Heb je geen seks buiten het huwelijk. Maar het heeft wel mijn leven echt enorm veranderd. Maar echt gewoon extreem enorm veranderd. Positief en negatief, toch? Wauw, positief, man. Positief. Ben je gek, broer. Ik ben echt naar binnen gegaan in een hele moeilijke periode van mijn leven. Mijn sociale huurhuis werd bijna ontruimd. Er zat zelfs een container. Hè, die werd aangevraagd door de gemeente van Hilversum om mijn huis te ontruimen. De maandag daarop. Omdat ik 3 maanden huur achterliep. Mijn auto werd bijna in beslag genomen. Die moest ik altijd ver parkeren. Dus ik stond er financieel zo slecht voor. Omdat ik ook jarenlang al geen inkomen meer had. Mijn bedrijf was kapot gegaan naar die opmerking van Israël. Dus ik zat ook in de gevangenis en ik dacht ook bij mezelf, ik moet, als ik vrijkom, moet ik een plan van aanpak hebben. En toen heb ik echt een plan van aanpak gemaakt van wat ik wilde doen. En ik had daar eigenlijk een jaar voor uitgetrokken, maar binnen 3 maanden was ik... En het ging maar door en door en door. Dus als ik er nu naar terugkijk, denk ik, ja, het is vervelend dat ik het heb meegemaakt, maar ik zou het voor geen goud anders hebben gedaan. Omdat, ja, nu sta je er echt enorm goed voor en ben je heel erg gelukkig. Dus dat is ook een tip naar iedereen toe. Als ik dat nog even mag doen. Dat is echt... Ja, ik wil niet cliché klinken of afgezaagd of zo. Maar ik denk dat iedereen in zijn leven, maakt niet uit met wat, iets meemaakt waardoor je 's nachts geen eens meer kan slapen. Je staart naar het plafond. En ik denk dat sommigen me wel begrijpen. Dan komt er een moment dat je denkt, hé, heb ik geslapen of niet? Want het is licht buiten en je hoort de vogeltjes. En je zit met zoveel zorgen. Maar geloof me, als je gewoon geduld hebt en je blijft praten met alles begint te huilen. Gewoon praten, net als gewoon, ja, hef je handen maar in de lucht en zeg gewoon van, ja Allah, help mij. Ik weet niet wat ik moet doen, maar help mij alsjeblieft, begrijp je? En dat echt vanuit je hart, geloof me, alles begint te huilen, laat geen enkele dienaar in de steek. En het komt goed, alleen heb geduld. Geduld is echt alles. Het belangrijkste wat er bestaat. Maar het is zo moeilijk om geduld te hebben. Als jij gewoon het gevoel hebt dat je ieder moment van de berg kunt afvallen. Maar heb alsjeblieft vertrouwen in alles begint te huilen. Dat wilde ik wel even echt gezegd hebben, man. Yo, shout out naar u, Younes. Younes, nogmaals, ik heb je al 3 keer gezegd of 4 keer dat ik je apprecieer dat je tot hier bent gekomen. Eerlijk, deze interview vond ik ook een goeie. Ik vind het wel jammer dat jij die situatie hebt moeten meemaken met dat minderjarige meisje. Ja, maar als ik zo oprecht hoor, dan kon ik er niks aan doen. Nee, maar los daarvan, ik heb het nu ook gewoon echt supergoed. Ja, en maar dat is nog steeds het feit dat hij wel een minderjarige meisje maakt niet uit. Iedereen zal iets meemaken in zijn leven wat echt heel schadelijk is of wat slecht is. Heb geduld daarmee. Uiteindelijk, de schepper weet het. Ik zit fout. Ik had sowieso dat niet moeten doen. Maar los daarvan, heb geduld, heb spijt en knallen. Gewoon knallen. Begrijp je? En dan kom je op een gegeven moment op een punt waarin je denkt, wow, oké. Ik zit goed. Ik heb het goed. Ik ben gezond. En dan ga je terugdenken over alles. Maar omdat je er goed voor staat, zou je niks willen veranderen in het verleden. Je gaat niet aan knopjes willen draaien van, nou ja, als ik terugga in het verleden, dan zou ik dat anders gedaan hebben of dat anders gedaan hebben. Tuurlijk heb ik spijt van bepaalde dingen, maar dat zijn misschien dingen die ik heb gezegd. Of dingen die ik iemand persoonlijk heb aangedaan. Maar echt de grote dingen in het openbaar, die echt invloed hebben gehad op mijn leven? Nee. Leringen moet je eruit trekken. Leringen en geduld. En je wordt beloond. Doe me ook gelijk denken, subhanallah, moet ik toch even zeggen, aan iemand die geen moslim is. Zoveel dingen gedaan in zijn leven wat zeg maar haram is. Maar het moment dat hij bekeert naar islam, wordt alles omgezet in goede daden. Halala. Ja, het is gewoon echt... Prachtig, maar dat is zo'n schepper. Mensen hebben vaak het gevoel dat ze verloren zijn omdat ze iets hebben gedaan of iets hebben wat ze niet meer terug kunnen trekken. Nee, Allah subhanahu wa ta'ala, hij is de allergrootste, maar de grootste in alles, ook in vergeving. En voor de mensen die zeggen, ja, maar die meiden dit, dat, ja, oh, leuk en aardig, ik pak ze aan, ik verneder ze, prima, boeit niet. Maar uiteindelijk hoeven ze niet bij mij te zijn.
voor spijt. Ze hoeven niet bij mij te zijn om vergeven te worden. Uiteindelijk, wat ze ook hebben gedaan, als ze oprecht spijt hebben, dienen ze dat aan de schepper te bieden. That's it. Facts, toch? Ja. Facts. Yo, talks with motherfucker Charlie. What's pop with the population? It smell like money. So me and Eunice definitely made some. Ik had eigenlijk nog één vraag. Ik heb nu pas gezien. Oh. Ook Wilders en zo. Cool. Ja, Wilders. Ik ben voor FVD. Forum voor Democratie. Oké. 100%. Na deze vraag gaan we wel afronden. Want jij moet nog terug naar Nederland. Ik wil hem in de filler zitten natuurlijk. Je hebt ooit eens een klacht ingediend tegen Mikkers. Ken dat? Wie? Mikkers, burgemeester. Ja, ja. Die burgemeester was volgens mij van... van welke stad was hij? Van Arnhem of zo? Arnhem. Nee, niet van Arnhem. Dat was Marcus, volgens mij van ergens. Maar die had een opmerking gemaakt over Syriërs. En mm-hmm. dat Marokkanen nog erger zijn dan Syriërs of zo. Ja, aangifte. Natuurlijk, daar gebeurt niks mee. Daar is aangifte van gedaan. Artikel 12 is opgestart. OM wil niet vervolgen. Dat is het land waarin je leeft. Dat is normaal. Ga jij maar een opmerking maken over Joden. Dan heb je AT, arrestatieteam, op je, voor je deur. Ja. Doe je het over moslims of over christenen of andere mensen, dan is dat geen probleem. Homo's en joden, dat zijn de enige twee dingen waar je in het Westen van af moet blijven. Wil je zeg maar carrière maken en wil je niet lastig worden gevallen door de mainstream. Deze twee, die zijn het allergevoeligst. En met joden bedoel ik eigenlijk voornamelijk de zionisten daar natuurlijk mee. Want niet elke jood is een zionist. En elke zionist is een jood? Nee, dat sowieso niet. Je hebt zelfs moslim-zionisten, astaghfirullah. En je hebt zelfs christelijke zionisten. Zionisten die... dat zijn meestal geen eens echte joden. Ik bedoel, ook die mensen in Israël zijn ook allemaal geen echte joden. De meeste zijn allemaal uitwerpselen van Polen, van Oekraïne, van Rusland. Al die Aksinai, hoe die troep ook heet. Dat zijn mensen die zich... Zeg maar, wat ben je van afkomst? Congolees. Oké, is goed, ja. Ik ben Congolees. Nou, Younes is nu Congolees. Mijn kinderen worden Congolees. En op een gegeven moment, 3 generaties verder, geloven mijn kinderen echt dat we Congolees zijn. Ook al is het totaal niet logisch. En dan ga ik naar Congo en dan zeg ik, nou ja, dit wordt mijn land. Hier hebben mijn voorvader van 3000 jaar geleden geleefd. Tief even een eind op, man. Het zijn allemaal nep-joden. Ja. Shout-out naar u, Younes. Younes gonna get back safe to Holland. En ik apprecieer u. En ik vind dat een goeie compliment dat jij zei dat het misschien de beste interview is dat jij ooit... Ja, meen ik ook echt oprecht. Ja, en apprecieer dat echt. En dat is wat ik ook probeer te doen. Gewoon de mens naar je te laten komen en gewoon een normale gesprek. En we zien wel wat er vanuit komt. En eerlijk gezegd, ik ben ook zelf tevreden. Okay. Appreciate you, my brother. Ja. God bless you. En we zien elkaar snel. Ja. Talks with motherfucker Charlie. What's poppin' with the population? It smell like money, so let's make some. Yeah, I know you see it. I know they see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. They yelling, who that? Who that? I tell them we that.